U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vanmiddag lag er boven Nederland vrij veel bewolking, maar van het zuidwesten uit brak de zon toch nog wel door. Die opklaringen winnen wat terrein, maar wolkensluiers blijven in het weerbeeld aanwezig. Vanavond een kleine kans op een bui in het zuiden van het land, maar verder is het droog en dus wisselend bewolkt met een temperatuur die langzaam daalt naar zo'n 14 graden. Vannacht daalt het kwik verder naar een minima van een graad of 8. Vooral in het noordwesten van het land kan wat nevel of mist van zee binnendrijven. En Verder zijn er opklaringen en is het droog. Weinig wind staat er en die wind draait later weer naar een oostelijke richting. Als de nevel morgen is opgelost, gaat de zon weer geregeld schijnen en ontstaan een paar stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. 19 tot 22 graden op de Wadden blijft het kwik achter. Hetzelfde verhaal geldt voor de donderdag. Vooral vrijdag neemt de kans op buien toe, mogelijk zelfs met een klap onweer. En daarna gaat de temperatuur voorzichtig omlaag. Zaterdag doen we het met 14 tot 17 graden, en ook dan kan er een enkele bui vallen. De wind is gedraaid naar het zuidwesten. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.